Heeft u wel eens gehoord van Giacomo den Dijk? Nee. Die zit hier aan tafel nou. Oh! Nou, hij zit nu wel, ja. Oh, van de Torbekken, waar jullie het net over hadden. Nee, precies. Okay, bij deze dus. Nou, precies. Ja, want met 9 spelers in het oranje van ook Ron Vlaar in de oranje selectie is de jeugdopleiding van Feyenoord de hofleverancier van het Nederlands elftal. Een aantal van hen hebben nog maar net eindexamen gedaan en gooien nu al hoge ogen in de Braziliaanse voetbaltempels op het WK. Wat is nou eigenlijk het geheim van die Rotterdamse aanpak? Nou, inderdaad. Jacob Molendijk hier van het Torbekken Voortgezet Onderwijs, een middelbare school, die leidde al die Rotterdammers op die nu aan het WK deelnemen. Ja, maar liefst 9 spelers in de huidige selectie komen van uw school. Zeg het maar, wat is uw geheim? Wat is mijn geheim? Nou, ik denk dat de kracht ligt gewoon in de samenwerking tussen Feyenoord en Torbekken. En dat doen we al 20 jaar. Dus wat dat betreft hebben we natuurlijk ook wel een berg aan expertise opgebouwd. Oké, dus die jongens die komen bij Feyenoord in de jeugd en die worden dan, om toch een opleiding te blijven volgen, komen dan bij jullie terecht of is het andersom? Nee, zo gaat het. Als je gescout wordt door Feyenoord en je hebt de VO-leeftijd, dan is er eigenlijk gewoon sprake van verplichte winkelnering en dan kom je op Torbekken. Oh, ja. Ik dacht dat u gewoon een hele goede gymleraar had, maar dat is niet zo. Die hebben we ook. Ja. Die heeft u ook. Ja, absoluut. Ja. Ja, welke jongens uit de huidige hebben bij u op school gezeten? Dat is een mooie toetsvraag. Stefan de Vrij, Dero Janmaat, Bruno Martensindi, Terence Congelo, Jonathan de Guzman. Dan hebben we Robin van Persie, kan ik niet vergeten natuurlijk. Dan hebben we nog Georgina Wijnaldum, Leroy Fer. En ik mis er nu nog één, dus ik schaam me nu diep. Ron Vlaar niet, hè, denk nee, ik? Nee, geen Ron Vlaar. Die komt uit Jordi Klaas. Wel de omgeving ook voor Ron Vlaar. En die komen dan met de treintje steeds naar Rotterdam toe. Ja. Wie was de slimste van de stel? Ah, ik kan niet zeggen slimste. Jawel, dat kan heel makkelijk. Ja, kan dat zeggen? Ja, nee, zeker. Je hebt verschillende slimheden. Wie kon best leren? Stefan de Vrij. Okay. Stefan, vind ik zelf nog steeds een mooi verhaal. Stefan die speelde op de woensdagavond uit PSV, uit de beker. En donderdagochtend 8:30 werd het tentamen afgenomen. En geslaagd? En geslaagd, ja. Ongekend. Oh, wat goed zeg. Ja. Ja, mooi verhaal. Goed. Hoe ziet een gemiddelde dag er nou uit van zo'n van die jeugdspeler? Nou, verslaggever Reinhard Meijer die was vanmorgen in Rotterdam en ging voor ons kijken. Meneer Korporaal, zou u ook even uw spullen willen pakken? Hand in hand. Ik ben Fabio Corporaal, ben 16 jaar en ik speel bij Feyenoord B1. Ik speel op middenveld, controleer in middenvelden. Dit jaar zijn we landskampioen van Nederland geworden. Het gaat eigenlijk heel goed. Ik zit nu in 5 VWO. Ja, ik ga over, dat kan ik nu wel eigenlijk zeggen. En volgend jaar eindexamen en dan moet het gebeuren. Torbekken is een school die het mogelijk maakt om te trainen tijdens school. Voor elke topsport een aangepaste schoolrooster. Ik train bijvoorbeeld om 2:30 elke dag. En dan ben ik om 1:00 klaar en dan word ik met een bus naar Feyenoord gebracht. Tijdens de training gaat mijn lessen gewoon door, maar ja, die lessen mis ik dus. En die kan ik dan inhalen op momenten dat ik eigenlijk vrij hoor te zijn. Ik ben Rick van der Donk en de studiebegeleider van Fabian Corporaal. Fabian doet gewoon zijn ding, weet precies wat hij wil. Een diploma halen, het hoogst in het voetbal bereiken. Hopelijk bij Feyenoord 1. En volgens mij wil hij daarna heel graag naar Chelsea. We hebben hier Chelsea wel eens op bezoek gehad. En als dan iemand met grote ogen zat te kijken, dan was Fabian het wel. Ja, voetbal is eigenlijk alles voor mij. Ik doe het al sinds 4 jaar ben, dus het geeft wel aan dat ik heel veel van voetbal hou. Maar sommige jongens hebben wel een contract. Die spelen dan al onder contract bij Feyenoord en die zitten ook nog steeds in deze school. Dat is het doel natuurlijk. Je wilt in de Kuip spelen. En daar doe je eigenlijk alles voor. Dus dat contract is wel de doelstelling voor mij. Ja. Dan wil ik graag uw statie. Ja, bijvoorbeeld Romme Verpersje, ik denk de grootste naam die op deze school heeft gezeten. Ja. Nu is het WK van Nederland natuurlijk. Volgens mij 9 zijn er van Torbekken. Maar we zijn pas net van deze school af. Bijvoorbeeld Stefan de Vrij. Een aantal jaar geleden zat hij op deze school samen met mij. En dan heeft hij gewoon zijn diploma van VWO gehaald. Dus ja, eigenlijk hetzelfde pad als hij bewandelde wil ik eigenlijk ook. Stefan de Vrij die zijn debuut maakte toen hij hier nog in zijn laatste half jaar zat voor zijn eindexamen. Nou, dat was voor Stefan aanpoten, maar voor de studiebegeleider ook. 'S Ochtends heel vroeg een luistertoets maken en dan trainen. En dan weer regelen dat hij 's middags nog een les kon volgen, want er moest wel een examen gedaan worden. Soms ook vechten met Feyenoord van wat heeft nu prioriteit, diploma of zijn debuut. Nou ja, voor Stefan was het gelukkig alle twee, maar dat was af en toe wel moeilijk. Ja, tuurlijk. Motivatie natuurlijk om gewoon zowel op voetbalgebied als op school gewoon je best te doen. Torbekken Voortgezet Onderwijs. Wij praten erover met Jacco Meulendijk. Ja, kunnen die jongens een beetje lol maken, ook in hun schooltijd? Of is dat alleen maar discipline en trainen en daarnaast studeren? Nee, die jongens hebben ook heel veel lol. Alleen, kijk, wat je bij die jongens natuurlijk wel ziet, dat de focus ligt op inderdaad het doorbreken als voetballer. En dan moet je inderdaad wel die discipline hebben. Want laten we reëel zijn, heel talentvol zijn, maar geen discipline, red je het niet. Dus dat is wel de basis, maar ze hebben lol genoeg. Absoluut. Ja. Ja. Wij horen ook allemaal dat het, nou niet allemaal, maar dat een aantal jongens zijn bij wie het kantje boord was of ze op het rechte pad zouden blijven.
Ja, tuurlijk. Maar kijk, het is Rotterdam, een grote stad. Af en toe de verleidingen. Dus je moet ook wel sterk en stevig in je schoenen staan. En dan is begeleiding van de kant van de ouders natuurlijk een hele belangrijke. En ook inderdaad van de kant van de club. Maar zeker ook van de kant van de school. Maar geef eens een voorbeeld. Bij wie had het kwartje de verkeerde kant op kunnen vallen? Of het dubbeltje? Of het centje? Ja, of... Weet je, vind ik lastig. Hè? Je praat in de periodes bij ons zitten 12, 16 jaar. Maar er zitten jongens bij, dat echte jongens. En het boek heel positief. Jongens die de straat gewoon heel goed kennen. Dus op het moment dat je als je dan verkeerde vrienden zou hebben. Dan loop je zeg maar wel eventjes op een dun draadje. Maar kennen ze die al voordat ze bij op school komen of juist in die jaren? Nou ja, kijk, puberteit is wel een moeilijke tijd natuurlijk. Ja. En als jij een talentvol voetballer bent en je hoort dat van alle kanten dat je talentvol bent en heel veel mensen vinden je ineens interessant, nou ja, nogmaals, dan is die begeleiding natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Is dat dan ook een mentale begeleiding? Er is mentale begeleiding, ja. Dat is ook vanuit de club. Dat is aan Feyenoord zelf, maar wij proberen het op school ook wel aan te bieden. En daar waar het nodig is, vanuit die samenwerking, geven we dat natuurlijk ook wel aan Feyenoord aan. Ja. Ja. Maar ook de Boer, bent u gelinkt aan zo'n soort school met van die jonge talenten? Nee, maar ik geef wel heel vaak, we noemen dat geloof ik loodscholen, wat ze bij ons in de buurt hebben. Daar geef ik wel heel vaak voordrachten. En er komen ook regelmatig docenten bij ons in ons instituut training doen. Wat is ons in de buurt? Waar is dat? Wij zitten in de voorstad van Alkmaar. Wij wonen in Limmen. In Noord-Holland. Dus wij zien daar het stadion van AZ, ja. Noord-Holland, ja. Nou vertelde je straks dat je Ron Vlaar begeleid hebt. Die kwam als een wat onzekere jongen die ontevreden was over zichzelf bij jou terecht. En uiteindelijk heb je daar een zelfbewuste man van gemaakt. Had dat niet op school al kunnen gebeuren? Nou, laten we het ook even wat in proportie neerzetten. Nee, dat heeft hij natuurlijk zelf gedaan, ga jij nu zeggen. Nee. Maar hij kwam niet als een onzekere jongeman bij me. Integendeel. Hij gaf zichzelf een 6 min op alle terreinen van het leven. Wacht even. Laat ik even duidelijk zijn. Hij gaf een 6 over de situatie bij Feyenoord met Mario Been. Daar was hij niet tevreden over. En toen heb ik een oefening gedaan. Hoe kijk jij, hoe tevreden ben je over de hele club, over de relatie met de trainer? En daar gaf je een 6 voor. Niet voor zichzelf? Nee, niet voor zichzelf. Sorry, dus daar was hij al een stapje verder. Ja. Het is wel een West-Fries, hè? Dus we moeten wel even respectvol zijn voor de West-Friezen. Maar dan even terug naar mijn vraag. Welk deel daarvan, van wat jij hem geleerd hebt, zou je al op school kunnen leren? Ik ben ervan overtuigd dat ze daar op school ook al heel veel dingen doen. Maar ik weet ook dat ze op heel veel scholen dat nog niet doen. Dus daar ligt en ook nog heel veel clubs waar ze dat niet doen. Ik hoor nu dat ze bij Feyenoord een mental coach hebben. Ik heb bij de jeugdopleiding bij AZ, ik weet niet hoe het nu is, hoorde ik ook zo vaak hoeveel aandacht ze besteden aan alles het fysieke, wat ik eerder zei. Maar het mentale werd nooit bijna aandacht aan besteed. En ik begrijp dat ze dat nu ook meer gaan doen. Dus ook bij de clubs zou ik dat al veel meer doen. Ja. Maar Jacco, doen jullie daar veel aan op school? Of is dat wel meer een taak van de club? Nou ja, daar ligt wat zwaartepunt bij de club. Maar wij bieden het ook aan, ja. Dus al onze topsporters, want nu ligt de focus op de voetballers natuurlijk. Maar het geldt voor al die topsporters. Die hebben met zo'n ongekende druk te maken. Dus je moet het ook wel aanbieden. Maar tussen een 12 en een 16 is die druk ook al groot? 12, 16, 12, 18 is die druk groot. Bijvoorbeeld vanuit de voetbal. We noemen altijd rond mei, zeg maar. Ieder jaar is het Beltjesdag. Dan wordt er altijd weer naar die jongens uitgesproken. Mag ik doorgaan of niet? En als je door mag gaan, is het hartstikke mooi. Maar als je afvalt, nou ja. Heb je een probleem? Heb je een probleem. Heb je mentaal een probleem? Want voor die knapen, op dat moment stort hun wereld in. Maar kan je van de jongens, Bouke de Boer, kan je van de jongens verwachten dat ze dat snappen op die leeftijd? Hoe dat werkt? Dat kan je niet van iedereen verwachten. Maar ik vind wel dat je dus een voedingsbodem kan creëren waarbij die mensen misschien wel die stap zetten. Ik vond het als een mooie uitspraak van Marco van Basten onlangs in de krant. Van ik kan spelers niet beter maken. Nou, daar heeft hij de halve wereld over hem heen gekregen. Maar hij heeft volledig gelijk. He, want je kan niemand redden, je kan niemand helpen, je kan niemand veranderen, je kan niemand, weet ik veel. Maar wat je wel kan doen, is een energieveld genereren dat ze mogelijk de beslissing nemen naar zichzelf te kijken. Want er is heel veel angst. Een energieveld genereren? Een voedingsbodem creëren. Ah, dat je dus een veld creëert waar mensen mogelijk... Dat die doen. Als straks mensen prachtig hier mooi gaan zingen, dan zit je misschien plots in een heel andere sfeer. Maar zingen ze broer, dan denk ik wegwezen. Dus zo, dat is met communicatie ook. Dus daar kan je absoluut heel veel aan doen. Maar dat begint met de bereidheid. Maar je kan toch wel iemand beter maken? Ja, iemand moet er wel open voor staan, maar er moet toch wel iemand zijn die zegt hoe je iets moet doen? Nou, maar kijk, dan komen we bij de structuur van communicatie. En daarom heb ik het ook niet over mentale begeleiding. Je kan absoluut iemand niet beter maken. Iemand moet innerlijk de beslissing nemen dat hij naar zichzelf wil kijken en dat hij er wat mee doet. En dan maakt hij zichzelf beter. He, dat kan een ander absoluut niet doen. Ja. Dat merk ik ook naar mijn vrouw toe. Wat? Nou, die doet de helft van de tijd ook niet wat ik wil. En dan denk ik dat ik het wel kan. Dus zij moet innerlijk de beslissing nemen. Heel hard te lachen. Ja. Herkenbaar, dames? Oh, er ligt hier een koptelefoon heel erg te piepen ergens, geloof ik. Er ligt hier een koptelefoon te piepen. Ligt een koptelefoon heel erg te piepen, waardoor we jullie niet kunnen verstaan. Dat is wel heel erg jammer, want we willen jullie wel graag kunnen horen zometeen ook met name. We hebben het over de ladies buitenspel, Milou Frenke en Anouk van Ness. Even voor de helderheid, voordat iedereen denkt, wat is daar allemaal aan de hand? Goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Nog even een paar vragen aan de meneer van de school in Rotterdam. Jacco, ja. Sorry?
Jacco Meulendijk, ja. Jacco Meulendijk, ja, dat wou ik zeggen. Hoe groot is zo'n klas bij u op school? Een gemiddelde klas, dat is verschillend. Kijk je op VMBO basiskader, zit je op 18 tot 20 leerlingen. Kijk je naar MAVO of VBO, zit je rond de 25. Zijn allemaal sporters? Wij hebben 260 waren de topsporters. Dat is dus echt heel veel. Daar zijn we de grootste van in het land. 256 op een totale populatie van ons, zeg maar, een kleine 2000. Ja. Maar dat schept ook wel een band onderling. Ik kan me voorstellen dat het motiverend werkt als je dat samen doet. Nou ja, dat is misschien. Uw eerste vraag is natuurlijk ook van waar ligt die kracht nou? Kijk, als jongens elkaar op het voetbalveld zien, dat is al leuk, dan zien ze elkaar heel vaak. Maar je komt elkaar ook op school allemaal nog weer tegen. Dus die saamhorigheid, ja, dat creëer je ook in de schoolbanken. Ja. Welk deel van die klas, van zo'n sportklas, laten we zeggen dat er 20 kinderen in een klas zitten, Welk deel haalt het op? Sportbreed, dus niet alleen voetbal. Ja? Ja, het zal het zijn. 5%. 5%? Denk ik, ja. Oh, en is het dan de moeite waard? Want die jongens die moeten allemaal weg bij hun ouders, denk ik, of niet? Nee, niet allemaal. Het is natuurlijk wel een investering die ze doen. Maar kijk, die vraag moet je niet aan mij stellen. Die vraag moet je aan die jongens stellen. Ja, en die zijn allemaal volmondig, ja. Het is het waard. Ja. Ook jongens en die het niet redden. Kijk bij die voetballers. Als ze Feyenoord 1 niet halen, nou ja, dan ga je misschien naar Dordt of je gaat naar Excelsior. Weet je dat niet, dan ga je naar Jupiler of je gaat naar de topklasse. Nou, ook in de topklasse hebben we tegenwoordig een aardige boterham. Dus die jongens komen allemaal wel goed terecht. We hoeven geen medelijden met ze te hebben. Nee, beslist niet. Nee. Maar er zitten dus 9, zitten dus nu gewoon in Oranje? Er zitten er 9 in Oranje mee. Dat is maar 5%. Ja, maar kijk, je kijkt een beetje naar generaties natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar een gemiddelde lichting, dan praat je over bijvoorbeeld een huidige A1 bij Feyenoord, een mannetje of 15, 16. En kijk, volgens mij zeggen ze bij die BVO's altijd, als ze drie doorbreken naar de lichting, dat ze drie doorbreken, dan is het veel. En dan doe je het goed. Nou ja, Feyenoord is 5 jaar op rij, best op jeugdopleiding van Nederland. Dus volgens mij hebben ze het aardig voor elkaar. Ja. Wanneer worden ze kampioen? Ja, dat moet dan ook nog eens een keer gebeuren. Nou ja, misschien moeten we op Zuid maar eens een keertje niet roepen, die Koolsingel moet vol. Als ze een jaartje niet roepen, worden ze misschien een keer kampioen. Goed, fijn dat jullie hier waren, meneer Meulendijk en Bouke de Boer. Dank voor jullie komst. Het is alweer tijd voor het nieuws van, wat is het inmiddels? 7:30, hè? Ja. Dit is Radio 1.